tussen drie bandleden van Drie Palmen en een Bok. Harry, Frans en Jan. Muziek maken, maar vooral veel lol. Jullie motto. Ja, ja, dat is 20 jaar lang is dat inderdaad het motto geweest van... Het gaat niet om altijd superkwaliteit leveren, wel het beste wat we kunnen doen, maar vooral veel lol hebben. Dus we hebben altijd wekelijks gerepeteerd en of we daar nou veel optredens hadden of minder optredens, die wekelijkse repetitie was voor ons het belangrijkste. Omdat daar heel veel lol in voorkwam. Dat was vooral lol, ja. Staat de koelkast, hè, die is heel belangrijk. Die staat ook op het podium nou. En daarin zitten palmpjes en één voor één persoon bok. Ja, ondertussen is natuurlijk de band groter geworden. Dus er staat ook spaarrood in en er staat ook cola in. Maar dat is inderdaad wel de insteek, ja. Want op die manier is jullie naam ergens ontstaan. De naam is zo geboren hier, in dit lokaal, in dit cafeetje. Okay. Aan die tap. We waren zo'n jaartje bezig met musiceren, akoestisch. En toen kregen we een optreden. Moesten we een optreden doen. En toen dachten we, hey, dan moeten we ook een naam verzinnen. En we hadden destijds een begeleider erbij en wij zaten aan de tap met drie palmpjes en een bokbiertje. Hij zei, de naam is al geboren. Drie palmen en een bok. Is het altijd gebleven. Het is een vriendengroep, muziekgroep en dat zal altijd blijven. Stoppen. Dit is vanavond jullie laatste concert. En hoe is het dan zo ver gekomen? Jullie hebben het zo lang zijn jullie samen geweest. En hoe zijn jullie dan tot het punt gekomen dat jullie zeiden, nou jongens, we gaan er nu toch wel een eindje aan maken? Nou, op een gegeven moment, je krijgt natuurlijk heel veel wisseling in de band. En mede door Jan zijn gezondheid heeft Jan af moeten haken als bassist. En hij heeft best wel een wissel getrokken op de band. Ook omdat hij behalve muzikant ook heel belangrijk was in de band mee... Alles organiseren en dingen doen en zorgen dat de koelkast vol zit. En op het moment dat je zo iemand verliest, dan heeft dat een impact op heel de band. En ondertussen ging de zangeres ook nog verhuizen. Dus hebben we gezegd van nou, dit is een mooi moment om te stoppen. En dat moet voor jou ook een heel erg impact hebben gemaakt dan? Ja, viel een heel stuk weg voor mij. En het was nou bijna 3 jaar geleden. En wegens medische redenen moest ik stoppen. En ja, wat hun zeggen, er viel een stuk weg van muziek maken, maar ook qua elke week die uw vrienden zien. En ze zijn wel altijd bij ons op ziekenbezoek en zo gekomen, maar dan is het toch op een heel andere manier. En dan, ik heb het ontzettend gemist. Ja, kan ik me voorstellen. Hij zit nog wel bij de band, hij is nog penningmeester, hè? Is het ook bergafwaarts gegaan op het moment dat Jan uitviel. We hebben er best een goede bassist weer teruggekregen, maar er was een persoon weg, er was een leegte. En vanaf dat Jan gestopt is, is er eigenlijk die leegte eigenlijk niet meer goed, hebben we niet meer goed op kunnen vullen. Cool.
vanavond in de Kei. Jullie thuis is ook een beetje. Hier hebben jullie ook ieder jaar het Driepalm en een Bok Festival gehouden, zoals kan ik het zo noemen. Waarbij jullie ieder jaar dus een goed doel hebben gesteund met jullie muziek. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Ja, dat is eigenlijk spontaan ontstaan. De begeleider waar Harry straks al over sprak, die onze naam gegeven heeft, die zat in een stichting die dreigde failliet te gaan. En toen hebben wij een benefietfestival hier gedaan, heel kleinschalig. En dat is eigenlijk door de jaren heen is dat helemaal uit de klauwen gelopen. Totdat we in de topjaren 1000 man per avond hadden. En hebben we fantastisch mooie doelen mee kunnen steunen. En degene die het meest bij is gebleven is eigenlijk de woongroep De Toekomst. Waar we gewoon 5 meervoudig gehandicapte kinderen mee hebben kunnen helpen in hun eigen huis te wonen. En die zijn daarom ook 3 keer hier bij ons het goede doel geweest. En die hebben een speciaal plekje bij ons. Ook heel veel voldoening kunnen geven om zo goede doelen te kunnen steunen. Ja, dat is altijd het leukste wat er is. En we hebben ook bij bepaalde doelen hebben we op zaterdagmiddag hebben de mensen uitgenodigd om hier in de Kei op het podium met ons mee muziek te maken. En ja, dat is het mooiste wat er is. Als je dan die mensen van De Toekomst en van De Boegend hebben daar allebei gedaan. En als je dan die jongens en die meisjes ziet genieten. Ja, dat is gewoon schitterend. Dan weten we dat ik het voor doet. Dus. Ja, precies. En zo hebben jullie waarschijnlijk veel mensen in de loop der jaren kunnen laten genieten van jullie muziek. En dus ook van deze avonden waarop jullie geld hebben kunnen inzamelen. Nou heb ik nog wel een vraag om het af te sluiten. Komt er nou nog ooit een reunie? Nou, als je ziet hoe druk dat het binnen is, dan rijst er natuurlijk wel twijfel van of dat dit wel het goede moment is. Dus wie weet volgend jaar. We hebben al gekeken of de datum hier nog vrij is volgend jaar. Dus wie weet. Maar... Oké, we wachten met spanning af. Dank jullie wel. Graag gedaan.